heb gewoon een prijs gewonnen. Ik mag gewoon... Ik heb gewoon net de aanbieding gekregen om 3 jaar lang met mijn favoriete regisseur Antoine, samen met Woody Allen trouwens, een stuk, drie stukken te gaan maken in de Lamar op het Leidseplein. Ik kan gewoon met de fiets naar mijn werk. En die is weer genummerd. Oh mijn god, wordt een beetje absoluut niet fabulous. Nou, ik zal nog even. Welk nummer heeft mijn pouch? 23. Mijn eeuwige leeftijd. Hier kan je dat dan naar je tampons. Nou, de meeste pagina's. Nou zeg. Oh jezus, dit ook op de Vogue site? Nee. Oh ja, in verband met de tampons van net. Ja. Ik zei, oh, dit is handig voor je tampons. Dat lijkt me niet dat de Vogue er heel blij mee is. Anneke Blok. Had je ooit verwacht hier te staan, in het De La Mar Theater, op een showpresentatie met allemaal paparazzen? Oh, nee, maar het is wel fantastisch. Het is volgens mij precies wat Tjitske zegt, het mooiste aanbod wat een actrice kan krijgen, wat ze heeft gekregen. En ja, toen ik kreeg het stuk, ja, dat was geweldig, het is een geweldig stuk, dus het is een enorme... Ik voel me enorm bevoorrecht. Nee, niet jaloers? Op Tjitske? Nee. Ga je alleen met dit stuk meedoen of ga je ook met andere producties? Nee, wel, dit gaat over dit stuk en zij heeft carte blanche voor wat ze zou willen gaan doen die volgende jaren. En daar cast je voor wat je nodig hebt. Dus misschien is het volgende stuk met 6 mannen, daar zitten er 6 mannen in. En ik had mazzel. Kwam jij met het idee van Tjitske? Nee, omgekeerd. Eigenlijk is zeg maar eerst Tjitske benaderd als actrice, als centrale actrice om in dit plan mee te denken. Niet alleen als actrice, maar ook als mede nadenkster over, hierover. En Tjitske mocht vervolgens het ook hebben over wie ze dan het liefste had als regisseur erbij en heeft mij erbij genoemd. En ik bleek wel weer bij hen bovenaan op een lijstje te staan. Dus die twee dingen die vielen mooi samen. Ja. Okay. Opeens ben je een unieke actrice in Nederland, was je al, maar nu met dit project? Nou nee, ik ben gewoon een actrice die heel erg boft. Dat ben ik vooral op dit moment. Die gewoon de kans krijgt om de komende 3 jaar in de Lamar te spelen. Met een geweldige regisseur, dus ik ben in die zin bof ik enorm. Ja. Hoe lang weet je het al? Ik weet dit sinds december zoiets, dus nog niet eens zo heel erg lang. Nee, het is heel snel gegaan. Hè? Moet ik voor je houden? Nee, want ik kreeg geen contracten met strafdingen. Van als je ook maar 1 woord zegt, dan krijg je... Dus ik kon dat gewoon tegen mijn vrienden en kon ik er gewoon over praten, zeg maar. Ja. Nou, hey, gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Dankjewel. Okay. Graag gedaan. Hoi. Even een broodje. Ja. Ik ben voor puur theater.